Jan Smeekens, we zijn hier in Qualbo, voorbereiding voor de Olympische Spelen. Wat kun je nog doen 2 weken voor de Spelen? Nou, niet echt heel veel. Het echte harde trainen is geweest en nu is het gewoon feit van heel goed uitrusten en zorgen dat je technisch alle dingen op een rij hebt om straks over 2 weken in Sochi gewoon alles uit de kast te halen. En we zitten nu in Qualbo, dat is een hoogtestage en dat is eigenlijk de laatste prikkel naar de Olympische Spelen toe. En 2 weken van tevoren ga ik naar huis toe en dan 1 week voor mijn race ben ik in Sochi. Zijn er nog een technisch punt waar je echt specifiek op werkt? Ja, nou ja, zoals je weet is de 500 meter is niet alleen maar conditioneel, maar ook vooral technisch dingen heel goed uitvoeren. En dat zijn basale dingen zoals diep zitten, bochten goed aansnijden, starthouding oefenen. En die dingen die slijpen er allemaal in en oefenen totdat eindelijk het uur is en je los mag. We zijn hier op een buitenbaan aan het trainen. Soms is het ook sneeuw of is het koud. Had je niet liever op een binnenbaan gereden? Ja, natuurlijk. Een binnenbaan heeft ook zijn voordelen, maar dat heeft een buitenbaan ook. Het is wel lekker in de buitenlucht. Volgens mij is er nooit iemand slechter van geworden. En we gaan over. Je schaats eigenlijk het hele jaar al binnen. Dus daarom is het wel lekker om even iets anders te hebben en op buitenijs te rijden. En we hebben nog het geluk dat de omstandigheden gewoon heel goed zijn. Zoals je ziet, blauwe lucht en. Frisse neus, sneeuw erbij en gewoon lekker rustig voorbereiden. Voel je al iets van de Olympische spanning? Nou, je bent wel bezig met je race natuurlijk. Je bent wel de dagen aan het tellen van hoe lang nog tot Sochi en wat wil ik daarvoor nog doen om uiteindelijk optimaal aan de start te staan. Je hebt al de Spelen van Vancouver meegemaakt. Is dat een voordeel, denk je? Ja, je weet wat het is, wat voor een circus het kan zijn en hoe je daar ook voor kan afsluiten. Uiteindelijk ben ik daar gewoon om 1 ding te doen en dat is gruwelijk hard schaatsen. En ja, daarna ga ik wel eens kijken hoe geweldig het Olympische dorp is en hoe de sfeer is. Alleen ik wil me nu gewoon focussen en ook daar in Sochi gewoon op het schaatsen puur. En dan vooral niet te veel laten afleiden door alle randzaken. Er wordt de laatste tijd aardig wat gesproken over de veiligheid rondom Sochi. Er zijn wat aanslagen geweest. Is dat iets wat jou bezighoudt? Ja, natuurlijk houdt me dat bezig. Mijn familie gaat er ook heen. Die wil je niet naar een oord sturen waar het gewoon absoluut niet veilig is. En ja, wat dat betreft houdt het je me bezig. Maar ja, aan de andere kant denk ik dat de NSA en de Russische overheid daar alles aan gaan doen. En ja, meer kan ik daar niet aan doen. En ja, ik moet er gewoon op vertrouwen dat het daar goed is. Je ouders gaan gewoon de stad in een Sochi of zeggen van blijf maar zo dicht mogelijk bij het Olympisch dorp? Nou, ik ga geen babysitter zijn voor mijn ouders. Dus die zorgen wel voor zichzelf en dat kunnen ze vast heel goed.